Ze hebben hem, de man die wordt verdacht van het afpersen van Linda en John de Mol. Geen toevalstreffer, gewoon klassiek ouderwetse recherchewerk. En verder in het nieuws vandaag. Koningin Fabiola van België overleden. En Nederland viert 5 december op veel plaatsen gewoon met een Zwarte Piet. Goedenavond. Linda de Mol noemt het het mooiste Sinterklaascadeau dat ze zich had kunnen wensen. De televisiester werd samen met haar broer John een jaar lang bedreigd en afgeperst. Maar nu is er een arrestatie. En de man heeft bekend. 70 jaar is hij. En hij komt uit Zeist. Verslaggever Gerry Eickhoff is bij het bedrijf van John de Mol. En Gerry, hoe hebben ze hem nou te pakken gekregen? Gewoon door heel veel mankracht, tijd en middelen te investeren. Uiteindelijk kwam daarbij dan deze Zeistenaar in beeld. De politie heeft hem woensdag aangehouden. Heeft daarbij ook spullen in beslag genomen. Dat leverde nog meer aanwijzingen op. Bijvoorbeeld is daaruit duidelijk geworden dat hij inderdaad de schrijver van de brieven was. Dat was weer aanleiding om een DNA-test bij de man af te nemen. Dat is vergeleken met DNA-sporen die bij die brieven waren gevonden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan speekselresten die zijn achtergebleven bij de enveloppen. Die hij natuurlijk op enig moment heeft moeten dichtlikken. Gisteravond werd duidelijk dat die DNA-test dat een match gaf. Daarmee is de man geconfronteerd en toen heeft hij een bekentenis afgelegd en kwam er een einde aan de nachtmerrie van de familie De Mol, die al met al toch zo'n 14 maanden heeft geduurd. De Zeistenaar moest vanochtend voorkomen bij de rechter-commissaris in Utrecht, die de voorlopige hechtenis met 2 weken verlengde. Zijn eerste dreigbrief verstuurde hij vorig jaar oktober. Terwijl hun shows doorgingen, leefde de familie De Mol achter de schermen vanaf dat moment in grote angst. De afperser dreigde namelijk de kinderen van Linda iets aan te doen wanneer haar broer John hem niet 1 miljoen euro betaalde. 3 maanden terug stuurde hij taart naar de mediamagnaat met de zoveelste dreigbrief. Ten einde raad verbrak de familie daarop het zwijgen. Voor mijn kinderen is het een heel, heel pittig jaar geweest. En eigenlijk het vervelendste voor hun was dat ze het ook niet konden uitleggen. Waarom kan je niet eventjes op de fiets naar een feestje? Of als je 14 en 17 bent, is dat natuurlijk best heel raar. Ook de politie had intussen de publiciteit gezocht, onder meer met een tekening gemaakt op aanwijzing van de bakker waar de chantagetaart besteld was. Er is natuurlijk heel veel media-aandacht geweest. We hebben ruim 700 tips binnengekregen. Ik moet zeggen, er zat niet de gouden tip tussen. Er zat wel wat informatie tussen wat het rechercheteam wel geholpen heeft. En specifiek de compositietekening, als je die nu vergelijkt met degene die we nu hebben aangehouden, dan lijkt die niet heel echt. Volgens de politie was uiteindelijk toch gewoon ouderwets speurwerk doorslaggevend. Het is echt een klassieke recherchewerk. Er is heel veel recherchewerk verricht. Van auto's tot telefonie. En dat maakte uiteindelijk, ook daar kan ik niet zo heel veel over zeggen hoe dat allemaal gegaan is. Maar dat maakte uiteindelijk wel dat we bij deze meneer uitkwamen in Zeist. En dat we voldoende verdenkingen tegen hem hadden. Succes voor de politie, voor Linda en John de Mol de hoofdprijs. Mooier dan de televisiering. Ja, Gerry Eickhoff, je vraagt je toch af waarom deze man dat zou hebben gedaan. Ja, natuurlijk vraag je je dat af, maar daarover is nog geen enkele duidelijkheid, nog niets bekend over de motieven. Wat we wel weten is dat de man woonde in een luxe appartementencomplex in Zeist, dat zijn buren stom verbaasd zijn en dat hij, naar het zich nu laat aanzien, geen bekende was van de politie en ook niet van de familie De Mol en ook niet voor een van hun bedrijven gewerkt heeft. Ja, misschien was het hem te doen om het geld. Misschien had hij een hekel aan de familie De Mol. Rijkdom en beroemdheid zijn beide factoren waarmee je vijanden kunt maken. En het is maar te hopen dat nu de man zo snel bekend heeft, hij ook gauw gaat vertellen waarom hij dat gedaan heeft. Dankjewel, Gerry Eickhoff. De Belgische koningin Fabiola is vanavond overleden. Ze was de weduwe van koning Boudewijn en de tante van de huidige koning Philippe. Na het overlijden van Boudewijn, dat was in 1993, trok Fabiola zich terug uit het publieke leven. Ze sukkelde al langere tijd met haar gezondheid. De Belgen hebben lang op koningin Fabiola moeten wachten. Tot hun huwelijk in december 1960 is koning Boudewijn lange tijd de meest begeerde vrijgezel van België. Fabiola Mora y Aragón, een diepgelovige Spaanse gravin en verpleegster, bleek de ideale partner.
De nu ruim 15 jaar geleden gestorven Boudewijn werd hals over kop koning, op zijn 21ste al. Zijn vader, koning Leopold III, werd in 1950 gedwongen af te treden vanwege een te pro-Duitse houding tijdens de oorlog. Verbitterd over wat er met zijn vader is gebeurd, gaat Boudewijn gebukt onder de last van het koningschap in deze turbulente tijd. Hij wordt dan ook de roi triste genoemd, de trieste koning. En Fabiola is de eerste die hem weer doet glimlachen. Het paar vindt elkaar in het geloof. Zelfs de paus neemt zijn petje af voor de diepe religiositeit van Fabiola. En ook veel Belgen hebben nog altijd grote bewondering voor haar krachtige persoonlijkheid. Maar op het einde van haar leven krijgt ze veel kritiek, omdat ze haar bezittingen in privéstichtingen onderbrengt, zodat haar Spaanse erfgenamen minder belasting hoeven te betalen. Het vooruitzicht van de dood zou haar geen zorgen hebben gebaard, omdat ze dan weer herenigd wordt met haar Boudewijn. Koningin Fabiola is 86 jaar geworden. Dit weekend komt waarschijnlijk de eerste ebola-patiënt naar Nederland. Het gaat om een Nigeriaanse militair die hulp heeft verleend en besmet is geraakt. En Nederland gaat hem verplegen op verzoek van de Verenigde Naties. Dit zijn beelden uit Spanje van de aankomst van een van de eerste ebola-patiënten daar. In Nederland zal het ongeveer op dezelfde manier gaan. De plastic cocon wordt gebruikt als de patiënt niet kan lopen. Kan hij dat nog wel, dan draagt hij beschermende kleding. Daarna zal de ambulance onder begeleiding naar het calamiteitenhospitaal rijden, waar de patiënt in een isolatiebox wordt geplaatst. Alle verpleegkundigen en artsen die naar die kamer gaan, die zorgen dat ze dat met de juiste beschermingsmaatregelen doen. En dat betekent het dragen van jassen, van bescherming op de ogen en bescherming voor de mond. Het gaat dus om een Nigeriaanse militair van de VN-vredesmacht in Liberia. Hij beschermde hulpverleners, zodat die veilig hun werk kunnen doen. Hoe hij zelf besmet is geraakt, is nog onduidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Nederland nu gevraagd een patiënt op te vangen. Andere landen gingen ons al voor. Duitsland, Zwitserland, Frankrijk doen dat ook. Hulpverleners hebben natuurlijk recht op de beste verzorging. En die kunnen we hen hier geven. Het calamiteitenhospitaal heeft in totaal 4 bedden beschikbaar. Volgens de minister en het ziekenhuis is er voldoende geoefend om de militair hier veilig te kunnen behandelen. Ja, een Piet in de kleuren van de regenboog of met alleen wat vegen op de wang, een paarse, een rode of een groene. Nou, de discussie woedde de afgelopen maanden in volle hevigheid. En vandaag was de voorlopig laatste ontknoping. Op de meeste plaatsen in Nederland werd 5 december gevierd met gewoon een zwarte Piet. In Westervoort bij Arnhem op basisschool De Schakel zijn de Pieten zwart. Het is gewoon Sinterklaas en zijn Pieten, dat hoort er gewoon bij voor mij. Wat vindt u ervan? Ik vind ze niet lijken op donkere medemens. En ik denk dat iedereen gelijk is en dat het prima is om dit zo te houden. Want voor de kinderen maakt het niet veel uit. Daar denken ze in Amsterdam anders over. De leerlingen van basisschool Oscar Carré. Werd vooraf gevraagd hoe moet Piet eruit zien? Nou, gewoon mooi en ja mooi. Rode gezichten. Hoe vind jij nou dat zwarte Piet eruit moet zien? Modern. Daar hebben ze ook om gevraagd. Dus ik denk dat mij een goede optie lijkt. En dan krijg je dit. Hebben jullie die verzonnen, jongens? Wat zijn onwijs leuk. Ja, zeker. En wat vinden de kinderen ervan? Ook heel mooi. Ja, ook. Zeker. Heeft niemand gezegd wat ziet Zwarte Piet er gek uit? Nee, maar er was net wel eentje een beetje bang. In Westervoort neemt Sint met zijn gevolg een koffiepauze. Nee, ik blijf toch Zwarte Piet. Want de kinderen kennen Zwarte Piet alleen maar als Zwarte Piet. En dan de ronde langs de klassen. Doe je een beetje trillen? Ben je een beetje zenuwachtig? Nee? Doe het niet helemaal, hè? Dat doet toch niks? Nee, hoeft helemaal niet. Want het zijn hele lieve pieten. En die pieten stonden hier niet ter discussie. We hebben er heel even over gesproken en het direct aan de kant kunnen schuiven. Het is geen item hier. Het speelt niet. In Amsterdam vinden ze tijd voor die regenboogpiet. Deze tijd gaat over verschillende soorten mensen in de maatschappij. Dus ook verschillende soorten pieten. We moeten aan hem zwaaien! Pieten er wel bij, hè? Ja. Maar wat wel overal als vanouds bleef, alsjeblieft, was het pakje. Kijk,
En misschien bent u net klaar met pakjesavond zelf, of begint u zo meteen aan het uitpakken, hoe dan ook. Wat krijgen wij voor cadeaus deze 5e december? Nou, Sinterklaas kocht dit jaar vooral huishoudelijke apparaten, zoals blenders of citruspersen. En minder elektronica en speelgoeds, maar natuurlijk wel weer veel snoep. Al was dat soms even zoeken. Ik ben nog naar fondant op zoek, maar dat kan ik nergens meer vinden. Fondant, suikergoed, ik weet niet. Ik moet nog even goed zoeken. Ja, in totaal verwachten de winkeliers 1% meer omzet dan een jaar geleden. En overigens doet de Sint steeds vaker boodschappen op internet. Bijna 20% meer dan vorig jaar. De Haagse hockeytrainer die jarenlang stiekem in de dameskleedkamer heeft gefilmd, heeft spijt. Maar voor de rechtbank was dat geen reden om hem naar huis te sturen om zijn proces thuis af te wachten. Ook niet met een enkel band. Vandaag bepaalde de rechter hoe de zaak verder wordt onderzocht en aangepakt. Het was niet mooi wat ik gedaan heb. Ik heb er heel veel spijt van en bied mijn excuses aan alle slachtoffers. Luigi C. ervaart zijn gevangenschap als een zware straf. En het heeft hem doen inzien dat hij niet in herhaling moet vallen, zei hij tegen de rechtbank. De verdachte is 46. Hij woont bij zijn ouders. In zijn vrije tijd was hij hockeytrainer bij twee Wassenaarse clubs. 15 jaar lang maakte hij stiekem opnames in de vrouwenkleedkamer. Hij had zijn camera verstopt in een lokker. Hockeysters van 36 clubs zijn zo gefilmd. De beelden zijn niet op internet gezet. De politie nam meer dan 100 uur materiaal in beslag van de meisjes, maar ook van dierenporno. Tijdens de zitting maakte het OM bekend dat de buren van de hockeytrainer ook aangifte tegen hem hebben gedaan, omdat hij hen stiekem zou hebben gefilmd. De aangifte wordt onderzocht. Luigi C. zit nu meer dan 100 dagen vast. Hij wordt in de gevangenis bedreigd door medegedetineerden en kan daarom niet meedoen aan activiteiten. Volgens een advocaat zou hij best in vrijheid zijn proces af kunnen wachten. Maar daar was de rechtbank het niet mee eens. Omdat hij meer dan 15 jaar lang opnames heeft gemaakt, is de kans dat hij weer de fout ingaat volgens de rechtbank te groot. Litwiengevers was dat. En niet de rechtbank in Den Haag behandelt de zaak, maar die in Alkmaar, omdat een Haagse rechtbankmedewerker in het bestuur van een van de hockeyclubs zit. We zijn in de afgelopen week nog 3 slachtoffers van de vliegramp met MH17 geïdentificeerd. Dat zei premier Rutte na afloop van de ministerraad. Deze week hebben zij nog 3 slachtoffers weten te identificeren, waarmee het totaal komt op 292. Het internationaal strafhof in Den Haag vervolgt de Keniaanse president Kenyatta niet. De aanklagers krijgen het bewijs niet rond. Kenyatta kwam in oktober nog zelf naar Den Haag om te zorgen dat zijn zaak werd geseponeerd. Hij werd beschuldigd van medeplichtigheid aan het verkiezingsgeweld in 2007. Daarbij kwamen toen 1500 Kenianen om. En vandaag ging hij dan toch de ruimte in. En lift off. In Florida is de nieuwe ruimtecapsule Orion gelanceerd. Gistermiddag lukte dat niet, maar nu ging alles goed. Het was een onbemande testvlucht. En na 2 rondjes om de aarde is die inmiddels weer geland in zee. En de Orion zal de komende jaren astronauten brengen naar de maan, een asteroïde, en in 2030 misschien naar Mars. Zuid-Afrika stond stil bij de dood van Nelson Mandela. Precies een jaar geleden overleed hij. Er waren kransleggingen en ook 3 minuten stilte. Mandela was het symbool van de strijd tegen apartheid. Na een gevangenisstraf van bijna 30 jaar werd hij in 1994 de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Een opvallende afwezige bij de herdenkingsplechtigheden was de man die nu president is van het land, Jacob Zuma. Die is op staatsbezoek in China. Ja, deze protesten gaan door in grote delen van de Verenigde Staten tegen politiegeweld en racisme. En de directe aanleiding is de dood van Eric Garner. Die stikte toen hij werd gearresteerd. Er komen de laatste dagen meer incidenten in de publiciteit waarbij ongewapende zwarte verdachten bij politieacties omkomen. Het zijn demonstraties die zich rechtstreeks richten tot de politie. En dus hoeft er maar iets te gebeuren. Een klein lachje van een politieagent. En er is grote woede. Ladies and gentlemen, you must move back. You
Bill de Blasio said it himself. We could be out here and do what we want as long as we're not doing any trouble. And look what's going on. They're pushing people. They're hitting people, pushing them out the way, throwing them on the floor, arresting them for no apparent reason at all. The whole world is watching. Of het politiegeweld in de VS echt toeneemt is moeilijk te zeggen. Maar het krijgt deze dagen in de media wel alle aandacht. Recentste voorbeeld. In Arizona werd dinsdag deze man doodgeschoten. De politie dacht dat hij een pistool droeg. Het bleek een medicijnverpakking. Eerder ging veel aandacht naar Michael Brown. Hij werd neergeschoten in Ferguson. En de protesten van vannacht waren gericht tegen de dood van deze man, Eric Garner. Die laatste woorden van Garner zijn nu een leus geworden. Vredig zingend, maar wel midden op straat. Het is op eieren lopen voor de politie, want deze mensen moeten weg. Maar dit keer wel met zo min mogelijk geweld. Dat was de Verenigde Staten. Malaise in de kledingbranche. Oude vertrouwde modemerken lukt het maar niet om jongeren aan zich te binden. Max bijvoorbeeld, boegbeeld van de Nederlandse kledingindustrie. Dat bedrijf is gisteren failliet verklaard. En ook andere kledingbedrijven dreigen om te vallen. Voor het personeel in deze Max kwam het faillissement als een grote verrassing. Want deze damesmodezaak in het centrum van Amsterdam werd pas 2 weken geleden geopend. De detailhandeldeskundige is niet verbaasd over het einde van Max. Maar ja, Max heeft natuurlijk al een langere historie en is vanuit het verleden te weinig meegegaan met de nieuwe doelgroep. Te weinig vernieuwend geweest en te weinig onderscheidend geweest. Zat er wat bij? Voor mij niet. Nee. Nee. Waarom niet? Ja, een beetje op een bepaalde manier klassie, maar niet mijn stijl. Dus ik zou er niet naartoe gaan. Terwijl ik best wel eens wat spullen van Max koop, maar dan eerder in een groot warenhuis tussen alle andere dingen in. Consumenten gaan toch meer Gucci of Prada kopen. Of aan de andere kant juist Primark of Hennes & Mauritz. Liever iets duurs dus met wat goedkoops. Dat is precies hoe deze trendwatcher en modespecialist zich kleedt. Ik denk dat er heel veel vrouwen tegenwoordig voor betaalbare kleding gaan. En dan met 1 eyecatcher wat meer kost. In mijn geval is dat mijn jas. Dat is die was duurder dan de rest van de kleding. Allemaal heel erg betaalbaar. En zoals de sjaals van de Zara, schoenen van Supertrash. Dus dat is allemaal betaalbaar. En dan de jas is duurder. Toch zullen goedkopere zaken het straatbeeld steeds meer gaan domineren in Nederland. Ik denk dat de goedkopere merken, de meer betaalbare merken, het laagsegment, dat die wel enorm in de lift zitten. En het middensegment waarin Max zit, zal dus krimpen, verwacht Van Wonderen. Ja, ik denk dat er misschien nu niet meer plaats is voor 20 merken in het middensegment, maar misschien wel voor 10. Beetje tussen wal en schip beland. Als die consument toch of naar boven gaat of naar onder gaat, dan zie je dat middensegment dat het moeilijk heeft. U heeft deze beelden misschien wel gezien, hè, van overstromingen in Italië. Vorige maand was het er ook weer mis. Er kwamen veel mensen bij om het leven, er was ook veel schade. En het zit er dik in dat de komende jaren vaker gebeurt. Alweer regent het in Genua. Dat betekent staren naar de rivier en je afvragen of je het deze keer wel houdt. Buongiorno. Come è stata la situazione? L'acqua è arrivata qua. Questa altezza qua. Veramente? Nel borgo, sì. In pizzeria da me a 2,50 m. Een buurtbewoner verdronk. Na de modderstroom is het dagelijks leven teruggekeerd. Al lijkt iedereen voorbereid en is de herinnering aan de ramp nog vers. De afgelopen 25 jaar ging het ruim 40 keer goed mis. De periode van heftige regenval veroorzaakte keer op keer overstromingen in het noorden. Maar ook andere delen van Italië werden niet gespaard. Ruim 400 mensen verdronken. Het was onder water vindt in Italië steeds moeilijker zijn weg. Le costruzioni hanno raddoppiato la probabilità con cui questi eventi possono accadere. Il cambiamento climatico ha lo stesso segno, cioè aumenta ancora nello stesso modo la probabilità con cui questi eventi possano manifestarsi. Italië wil de komende 7 jaar zeker 9 miljard euro investeren aan achterstallig onderhoud.
En met een scheef oog kijkt men ook naar Nederland. Daar regent het minstens zo vaak. Al zijn de gevolgen daar van regen zelden zo groot als hier in Italië. Met het geld moeten rioleringen, afwateringskanalen en dit soort plekken worden aangepakt. Maar voorlopig zit Italië met de problemen en moeten de mensen het maar zelf oplossen. Aiuticelo dagli amici, dalle persone che vivono in città, da persona fisica, ma non da chi devono dare gli aiuti. Gelukkig klaart het weer in Genua na dit weekend een paar dagen op. Even adempauze. Ja, de mensen moeten het zelf maar uitzoeken, zegt Rob in deze reportage. Nu naar Gerrit. Hoe kan het nou dat daar zoveel regen valt in Italië? Nou, in Italië is dat in de wintermaanden een heel gebruikelijk verschijnsel. Dat komt vaak door lage drukgebieden die zich daar vormen. Bijvoorbeeld hier hebben we nu ook buien. Hier ligt Italië op deze satellietfoto duidelijk te zien. Maar het is tegelijkertijd een voorbeeld van weer wat de komende jaren, de toekomst, vaker te verwachten valt in dat deel van Europa. Dat er vaker extreme weersituaties voor kunnen komen en dat die extreme ook extremer worden. Dat is een van de voorbeelden, een uitvloeisel van de klimaatverandering die eigenlijk nu al aan de gang is. Nou, dat speelt zich allemaal daar af. Wij hebben heel ander weer achter de rug eigenlijk. Rustig weer met veel bewolking. En eindelijk kwam vandaag heel eventjes de zon tevoorschijn. Vanochtend in de buurt van Delft was die er heel eventjes bij. Daarna trok het allemaal weer dicht en hadden we weer een grotendeels bewolkte dag. Maar het is wel voorlopig de laatste dag, want er komen hier opklaringen aan vanuit het noordwesten. Die zitten nu al boven Ierland en Groot-Brittannië. Heel Europa zit nog onder die grijze wolkendeken, behalve dan het Middellandse zeegebied. Maar daar zien we nog steeds die buien terug. En als we dan eventjes kijken hoe het verder gaat, dan zien we die opklaringen dichterbij komen. Er kunnen nog een paar buien aan de kust voorkomen, maar uiteindelijk zal toch morgen de zon moeten gaan schijnen. En dat is toch een tijdje geleden dat dat gebeurd is bij ons in Nederland. Nou, eerst krijgen we natuurlijk nog de nacht. Er zit nu een beetje regen boven vooral het westen van het land. Ook al wat boven het midden trouwens. Het is voornamelijk motregen, wat lichte regen. Dus heel veel stelt het qua hoeveelheid niet voor. Maar goed, het is toch eventjes nat. En dat zal zich verder verspreiden richting het oosten. Dus ook daar zal het een beetje nat worden. En dan hebben we minimumtemperaturen die variëren van 2 graden in het oosten tot een graad of 4, 5 in het westen. Dat zijn de temperaturen die nu daar eigenlijk al op dit moment aanwezig zijn. Een enkele opklaring, misschien nog een mistbank en dan krijgen we morgen. Dan zal het toch uiteindelijk wat beter weer worden. We beginnen met wat wolkenvelden. Misschien dat het in Limburg ook nog een groot deel van de dag bewolkt kan blijven met een beetje regen. En vanuit het westen zal het dan later gaan opklaren. Temperaturen variëren van 5 tot 8 graden. En dat hebben we ook in het midden van het land. Ik denk dat daar op de meeste plaatsen droog zal blijven. Geldt eigenlijk ook voor het noorden van het land. Alleen in de kustgebieden, daar zal dan nog een enkele bui voor kunnen komen. En ja, verder temperaturen die zitten in dezelfde orde van grootte. Dan, daarna hebben we een, daar komt-ie. Dan hebben we zondagochtend een droge ochtend. In de middag gaat het dan regenen. Nog een koude nacht trouwens. En dan is het wisselvallig weer met temperaturen rond normaal. Ja, dan nog even de minister van Energie in Servië. Die gaf een persconferentie in het bos en dat had hij beter niet kunnen doen. De minister was op werkbezoek in het bos bij de reparatie van een hoogspanningsleiding. En toen? Ja, het was een ijsblok van ongeveer 3 kilo zwaar. De minister was ongedeerd, maar zijn helm was wel kapot. En daar zat, u ziet het, een forse barst in. Tot zover het NOS Journaal van 8 uur. We begonnen met de arrestatie van de man die wordt verdacht van het sturen van dreigbrieven naar de familie De Mol. De 70-jarige verdachte uit Zeist heeft bekend dat hij afgelopen jaar de mediafamilie heeft geprobeerd af te persen. En John en Linda De Mol zijn blij met de arrestatie. Graag tot nieuwsuur. Dat is 10 uur op Nederland 2. En daarin een gesprek met onze correspondent in Vlaanderen, in België, Joris van Poppel, over het overlijden van koningin Fabiola. En voor nu, goedenavond.